Hallo gasten, eten hier. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik jullie zoals beloofd een beetje uitleg geven um, hoe je naar mijn mening het beste knokkers kan kiezen in de krachtenvisie. Um, nou, op dit moment in de krachtenvisie sta ik met de solo game mode um, sta ik in diamant 1, dat is niet zo heel hoog. Oh, wacht, solo... Met solo sta ik niet eens een op 200 van Nederland, omdat ik solo gewoon niet leuk vind met randoms. Um, maar ik sta met de 3x3 wel veertiende van Nederland. Ik heb nog niet zo heel veel gespeeld. Ik ben van plan om deze avond even naar. Uh, in ieder geval naar de, de, dezelfde divisie te pushen. Waar Sugar Snort zit. Of dezelfde als Max. Ik weet nog niet. Ligt er een beetje aan hoe het gaat. Ik wil in ieder geval wel even veel hoger gaan pushen. Maar ja weet je. Laten we eerst dan eventjes. Uh, Want we moeten eerst natuurlijk een beetje spelen. Uh, voordat we wat omhoog gaan. Dus ik dacht ik maak, neem het gelijk op. Uh, ja solo heb ik nog niet zo heel veel gedaan. Ik vind het niet chill met randoms. Uh, maar ja. Ik heb dus wel bijvoorbeeld... Uh, hoogste uh, met het team heb ik in uh, Diamant 3. Uh, dat is nog niet zo heel hoog. Het is gewoon hoog gewoon. Maar het is niet eerste van Nederland of zoiets. En met solo helemaal heel erg laag. Dus uh, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik heb het gewoon nog niet zo heel erg veel gespeeld. Ik heb bijna toetsweek, dus daarom. Ik heb wel genoeg gespeeld dat ik de Penny skin kon kopen. Dus wel. Ik heb wel minimaal 50 potjes gespeeld. Uh, dat is al best veel. Maar nog niet... Uh, nog niet heel erg veel. Um, nou ja, laten we dan even gaan kijken hoe het gaat met randoms eerst. En dan gaan we zometeen wel even 3 tegen 3 doen. Uh, want met randoms is denk ik wat jullie meer gaan doen. En ik zie hier dat we met David en met een Rus uh, spelen. Dus dat is prima. Uh, maar eens even kijken. Wij, begin wij beginnen. Dus wij hebben als eerste een uh, pick. Onze teamleider moet Stub. Uh, nee, nee, nee. Zeker niet Stub, uh, Ben maar Rus. Want jullie zagen dat wij als eerste mogen kiezen. Dus nu ben ik al aan de beurt. Dan pak ik Stu. Stu is de beste knokker in de game. Als, je, als jij bijvoorbeeld. Um, als, jij, als, het, als er staat het rode team begint, moet je altijd um, stu bannen. En als er staat het blauwe team begint, dan moet je altijd roughs bannen. Um, als jij roughs bent, dan kan je zelf Stu pakken. Um, maar als jij bijvoorbeeld Stu niet bandt. Uh, als je bijvoorbeeld Stu niet bandt en de anderen hebben de eerste. Als hun als eerste kunnen kiezen. Dan gaan hun uh, stuur nemen. Stuur is de beste knokker in de game, denk ik. Ja, hij is echt heel erg goed. Maar wat ook een beetje is, als je met de. Nee, gaat dan niet. Search. Dit is bot drop. Oh ja, mijn taal staat even in het Engels. Ik, ik weet niet eens meer helemaal waarom ik het had gedaan, maar het staat nu even in het Engels. Uh, maar ik denk dat we dit potje gaan verliezen. Dat is een beetje jammer. Dat we... Omdat search heel slecht hier is, en Lou is ook niet zo goed. Uh, maar ja, dat heb je met randoms. Je kan natuurlijk als je met randoms speelt. Kan je gewoon je app afsluiten en opnieuw opstarten. Totdat je goede randoms hebt ofzo. Maar ik vind dat, uh, dat dat niet helemaal eerlijk is. Uh, want ja, dan, kan je, dan speel je alleen maar de goede matches. En dan wat je bijvoorbeeld zou verliezen door slechte randoms. Dat vermijd je dan. Ik vind het een beetje voor mietjes. Uh, dus daarom gaan we dat niet doen. Uh, maar dat betekent, neemt niet weg dat ik uh, ja, een beetje afhankelijk ben van mijn randoms nu. Want ja, stuur is wel heel goed. Maar niet zo goed dat je ermee... Uh, tegen 1 tegen 3 mee kan spelen. Dus daar moeten we een beetje rekening mee houden. Met dat onze. Uh, dat Surge en Lou echt slecht zijn. En dat onze teamgenoten waarschijnlijk ook niet echt de beste spelers zijn. We hebben wel nog een uh, kill gemaakt op de Byron. Heel erg lekker. En de Lou heeft wel uh, prima dat die, ding neergelegd zodat hij kan verdedigen. Uh, dus dat is heel fijn. Maar even kijken waar die Mr. P nu is. Dan zal ik daar even heen gaan. En die is nu dood. Oké, okay, mooi. Nou, wat we nu gaan doen is even dit ding slopen. De uh, gameplay boeit me trouwens wel iets minder dan gewoon... Het, de video gaat meer om de keuzes maken. De um, gameplay uh, maakt me niet zo heel veel uit. Als we verliezen, komt het niet doordat ik stu ben. Laten we het daarop houden. Dat komt erop omdat Lou en Surge heel slecht zijn. En onze Surge is ook nog steeds level 1. En dat helpt ook echt niet mee. Hij moet wel even... Als hij level 3 wordt of zo, dan is hij echt gewoon goed. Dan is Surge prima, heeft hij gewoon grote afstand en zo. Maar ja, daarvoor niet en want ze gaan alleen maar de hele tijd dood, de hele tijd zijn mijn tegenstanders dood uh, of mijn teamgenoten dood, ja ze zijn eigenlijk gewoon toren, zijn eigenlijk tegenstanders. Um, ja dit potje winnen we of uh, dit potje verliezen we overduidelijk. Uh, dat is jammer. Dat deze gast die searches na anderhalf minuut spelen nog steeds level 1. Dat vind ik echt heel erg knap. Want je kan teleporteren en dan kill je mensen en dan niet. Maar ja, laat ik nu maar gaan opgeven. Dit potje gaan we niet meer winnen. Dat uh, is jammer. Uh, we hebben natuurlijk nog een kans om dit te winnen. Maar ik ga ervan uit dat dit niet meer gaat gebeuren. Die randoms zijn heel erg slecht. Uh, dus ik zie jullie wel weer als we bij een nieuw potje weer nieuwe keuzes kunnen maken. Oké, okay, nou we hebben verloren. Laten we gewoon weer een nieuw potje gaan. Uh, knokbal Superstadion. Oké, okay, prima. Uh, ik ben weer niet de partyleader. Dat vind ik heel jammer. Maar ik weet wel. B.D. Silvan, is de uh, teamleider. Is volgens mij een goede knokker. Volgens mij heb ik wel een keer met hem gespeeld in 2019. Ik weet het niet zeker. Uh, of hem het is, maar het is in ieder geval beter dan de gemiddelde random waarschijnlijk. Dus dat is heel fijn. Uh, maar zoals je kan zien, hebben de, uh, het aankomende team de volgende pick. Ik heb er mij staat een next. Want Citroen Antreffen moet, uh, moet nu een knokker kiezen. En als hij uh, stuur gaat, is dat wel uh, jammer. Maar ik ben ook niet heel goed met stuur. Ik vind stuur ook niet heel leuk. Uh, dus als hij hem niet kiest, ga ik ook geen stuur. Want ja, oké. Okay. Mijn teamgenoot kan uh, pakken. Want ik heb geen zin om stuur te gaan. Oh. Eyal is gedisconnect. Oké, okay, dat is heel jammer. Uh, zoals je ziet. Als die brok Brok is gewoon een slechte knokker voor hier. En uh, ja, dan uh, leeft hij. Dus dat kan je natuurlijk gewoon doen. Ik vind dat voor poesjes. Uh, dat zou ik je niet aanraden om te doen. Als de random echt slecht. zijn. als mijn random Dynamite of zo gaat. dan ga ik dat ook doen. Ehm... Uh, dus uh, als voorbeeld... Je moet natuurlijk niet... Als je tegen teammates echt slechte brawlers gaat... Is het wel heel kut. Als het echt heel slecht is als Shelly of Dynamite of zo... Dan zou ik het wel doen. Maar het is niet aan te raden. Zeker niet in 3 tegen 3 moet je... De... In 3 tegen 3 is het echt gewoon... Het kan echt niet eigenlijk. Some assembly required. Oké. Okay. Uh, man gaat Sprout. Ik zit met veel Fransen, man. Uh, volgens mij is Brikman. Nou, nah, geen flauw idee. Uh, maar Erik 8, 4, 5 gaat nu een Edgar kiezen. Edgar is niet slecht. Uh, maar ook niet heel goed. Uh, want, ik, want Edgar is niet heel slim in het begin. Want nu kan ik bijvoorbeeld Jackie gaan. Tegen Edgar. En Edgar kan er niks tegen doen. Dus dat. Uh, en Brickman heeft ook een slechte keuze. Sprout als eerste keuze is heel dom. Want ja. Dan nemen we een Edgar tegen Sprout. En dat is echt zo dom. Waarom the fuck zou je Sprout. Sprout moet je niet als eerste kiezen. Als eerste is het best om zo'n safe. Te gaan, dan zou ik Mr. P, Sandy of zo aanraden. En hebben we Dynamite, Edgar, Jesse. Dat is niet een hele goede comp. Uh, wij hebben wel een betere comp, alleen Edgar is wel heel erg goed tegen Sprout en uh, Mr. P. Maar gelukkig is Jackie heel goed tegen Edgar. Dus als ik hun gewoon een beetje bescherm, dan moet dit denk ik wel goed komen. Uh, nou, het kwam niet goed. Randoms kan je ook echt niet helpen. Ik zou het niet aanraden om met randoms te spelen. Kijk, goud 2. Hup, ik ben heel hard gezakt, helaas. Uh, ja. Ik zei het nou net een beetje hoe je een beetje die keuzes moet maken. Als jij bijvoorbeeld de eerste keuze hebt, ik zal het nu een beetje simpel uitleggen. Uh, want ik heb net twee keer verloren met Dus Ik heb geen zin om nog een keer met remmen te gaan doen. En ik heb het een beetje het idee, als ik dit opneem, uh, is het een beetje moeilijk om het echt uit te leggen. Want je bent ook bezig met andere dingen. Uh, als je als eerste bijvoorbeeld uh, die coin flip. En je, on, het blauwe team mag als eerste iets kiezen. De party leader moet dan Ruffs bannen. Um, op hoog niveau in ieder geval. Uh, op laag niveau maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. ik vind op laag niveau zijn een beetje sandy zou ik dan bannen. dat soort dingen die zijn heel erg goed. Um, maar ik zou Ruffs bannen op hoger niveau. Ja, wat ik zou doen zeg maar als ik speel. als wij als eerste kiezen, dan ban ik Ruffs en dan kies ik stu. Uh, ons team kiest dan stu. en als de ander dat heeft, dan bannen we stu. Um, zodat hun niet als eerste stu kunnen kiezen. Want het is meestal, zeg maar, het team wat als eerste mag beginnen, die gaat sowieso Stu kiezen. Maar als je dat niet hebt, uh, bijvoorbeeld als het andere team iets heeft gekozen, als jij bijvoorbeeld dan als eerste wat gaat kiezen als Stu ook geband is, kies dan bijvoorbeeld gewoon iets wat veilig is. Uh, wat ik als veilige knokkers zie, is bijvoorbeeld, uh, nou, Ruffs is veilig als die niet geband is. Uh, Mr. P is veilig. Uh, Sandy is ook heel veilig. Uh, Max is ook heel veilig. Gewoon dat soort knokkers die echt goed zijn. Ik zou Sandy, Max, uh, Ruffs. Um, Stu, Mr. P. Amber kan ook wel redelijk in het begin, gewoon als beginknokker. Um, ja, en Sprout is wel heel goed. Maar het probleem met Sprout is: Sprout is heel makkelijk te counteren. Dus als je bijvoorbeeld als eerste Sprout kiest, kunnen hun meteen Edgar gaan. En Mortis bijvoorbeeld. Die twee knokkers zijn heel goed tegen Sprout. Als je bijvoorbeeld een Mortis wil spelen, die moet je alleen spelen als je die als laatste kan kiezen. Als je als laatste kiest en hun hebben bijvoorbeeld een Sandy, een Mr. P. en een Sprout als team. Kan je ineens als laatste gewoon als verrassing Mortis kiezen? Maar als je als eerste Mortis gaat, bijvoorbeeld, dan gaan hun meteen Shelly of Boel. of iets wat heel goed is tegen Mortis. Dus als je, je moet altijd uh, dat soort knokkers die heel makkelijk te counteren zijn, uh, moet je alleen maar kiezen als, uh, als laatste. Een beetje dat de tegenstanders niet een counter daarvoor klaar hebben staan? Want dat is dan gewoon uh, heel moeilijk. Dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, zeg maar knokkers met uh, zoals Sprout of Mr. P of Amber. Mortis is daar heel goed tegen. Dat komt omdat ze. Zoals je naar nou anderen hier gaat. weinig levenspunten hebben. Uh, dat is gewoon. Mortis daar wel we gewoon goed tegen. En Sprout. Ja, die, ze kunnen heel, veel, heel weinig damage in één keer doen tegen Mortis. Uh, als bijvoorbeeld. Oké, okay, laat ik een situatie simuleren. We kiezen als eerste. Ja, Stu en Ruff zijn geband. Uh, dan kiezen wij als eerste Max. Daarna hebben de tegenstanders twee keer. Uh, moeten hun de tegenstanders twee keer kiezen. Nou, iets wat, wat goed is tegen Max. En dan zou ik, als ik de tegenstander was, zou ik Sandy kiezen en Mr. P. Niet per se heel goed tegen Max, maar dan hebben wij hebben hun Sandy en Mr. P. Nou, en dan, wat kan, kunnen wij dan nemen? Wij kunnen dan weer twee keuzes maken. Dus wij kunnen bijvoorbeeld de mortes gewoon pakken, als we dat zouden willen. Het, ik zou het niet doen, want de tegenstanders kunnen daarna weer één een, een ding selecteren. Ehm. Um, dan zou ik bijvoorbeeld gewoon Sprout nemen of, of Max. Want ik zei net Sandy en Mr. P. Ja, dan zou ik Sprout of Max. Of Rosa. De beste comp in de hele game is Sandy, Rosa, Max. Uh, als jij een, moment, als jij een op, optie hebt om Sandy, Rosa, Max te kunnen gaan spelen, sowieso doen. Dit is wel voor knokbal. Het is niet voor elke map. Het is wel, ligt wel een beetje aan de map. Maar gewoon op de meeste mappen is dat een heel erg goede combinatie. Uh, die je dan gewoon gelijk kan, kan pakken. En dat is heel goed. Ehm. Uh, dus het is gewoon een beetje oppassen met wat je kiest. Uh, want bijvoorbeeld op de Slangenprairie moet je sowieso Bow bannen. Als, als jij bijvoorbeeld de eerste keuze hebt uh, op Slangenprairie, dan moet je iets anders bannen dan Bow. Dan zou ik Tara bannen. Maar als de tegenstander de eerste keuze heeft, moet je Bow bannen. Um, het is gewoon per map een beetje de beste knokkers. Zeg maar, de, als jij als eerste de keuze hebt, moet je de tweede beste Brawler op die map bannen. Uh, dat is een beetje... Ik kan het niet over elke map. Ik doe het nu een beetje in het algemeen. dat wat ik net zei van Sprout en Ruffs en zo, was echt een voorbeeld. Maar uh, dat is gewoon een beetje... Ja, als voorbeeld gewoon zou ik het zeggen. Maar de, de beste brawler in de game moet je niet bannen als jij als eerste kan kiezen. Want dan kan je die brawler nemen. Maar als de tegenstander als eerste kan kiezen, moet je die brawler niet bannen. Um, of bannen is blokkeren trouwens. Als je dat doet, dan kan de tegenstander hem pakken. En dat is, dat is iets wat je niet wil... Um, als de tegenstander moet dan gewoon de derde beste brother of zo gaan nemen. In ieder geval, laten we nu drie voor 3 te gaan doen. Ik doe het samen met uh, twee mensen. Coco, Du, dat zijn Twisty, Twick en Achille. Hun hebben allebei hun naam veranderd. Dat hebben ze gedaan, zodat ze niet ontweken worden. Want als mensen zien dat hun het zijn, dan denken ze... Oh, dat zijn pros en daar willen ze niet tegen spelen. En dat is voor hun natuurlijk heel vervelend. Um, dus ja, laten we snel gaan uh, naar de volgende potjes. Uh, nou ja, oké. Okay, laten we beginnen. Ik vind het... Uh, power... Of hoe heet het? Power League... Krachtenvies. Ik vind het echt een mind games uh, Met het bannen van bijvoorbeeld verschillende brawlers. Is het echt gewoon een beetje. Wat zouden we doen? Oké, okay, we hebben de. Gniepige velden. En we spelen hier tegen een paar mensen. Maar. Uh, bijvoorbeeld, ik ben nu de party leader. En. Hun. Uh, hebben, zeg maar. Niet de eerste pick. Die hebben wij. Dus ik ben Ruffs. Uh, en dan kan du. Ja, een van de twee is Ashio. En de andere is Twisty Tick. Ik weet eigenlijk niet welke. Volgens mij is Twisty Tick uh, de 94. En de CN69 is Achille. Ik weet het niet helemaal. Uh, maar in ieder geval dat. Achille is ook die guide waar YDE altijd mee speelt in zijn video's. Dus dat is wel leuk om nu ook mee te spelen in mijn video. Uh, maar hij kan nu uh, stuur gaan als hij dat wil. Uh, alleen, op... oh nee, trouwens. Hij is ge... stuur is helemaal geband. Dat had ik helemaal niet nie eens gezien. Maar dat doet het tegenstanders goed. Dus wat ik net zei van stuur ben als de anderen uh, mogen beginnen. Maar hij gaat nu max. Dus dat is prima. Hunkje zijn Bibi, Dat is heel dom. Bibi is helemaal niet goed. En Tara. Wat doen hun? Oké, okay, dan gaan wij Rosa, Sandy spelen. Uh, dat, ja, dan gaan wij Rosa, Sandy, Max spelen waarschijnlijk. Ik weet niet wat uh, Ashiel gaat kiezen. Ik hoop dat hij uh, Rosa gaat. Oké, okay, mooi. Dan ga ik Sandy. En ja, dan hebben ze ons nu de beste comp in de game gegeven. Dat is, dat is heel dom van hun. Ik snap niet waarom die... Bibi en Tara hadden Sandy en Rosa moeten kiezen. Het hangt heel erg af van per map wat echt goed is. Ehm um... Ik ga hier ook deze sterrenkracht. Die andere is op de meeste mappen beter. Maar ik vind de eerste sterrenkracht hier heel goed. Want hiermee kan je goed zien wat er allemaal afspeelt in de bosjes. En met de andere kan dat natuurlijk niet. Op andere mappen is de tweede sterrenkracht van Sandy wel beter. Maar hier niet. Want ja, Rosa is heel goed tegen Bibi. Sandy is goed tegen Tara. Nou ja, Tara is een counter voor Sandy. Um, maar Sandy kan wel redelijk. Zeg maar. Het is niet een hele erge counter. Zo, het is niet een counter zoals Bibi op. Of nee, uh, Shelly op Mortis of Mortis op Dynamite. Zo'n counter is het niet. Maar het is wel. Het is redelijk. We gaan hier even slapen. Uh, maar ik denk zeg maar, dit potje kunnen we denk ik makkelijk winnen. Want we hebben echt een veel, beter, uh, veel betere knokkers. En dat is gewoon aan krachtenvisie. Dat is wat het, uh, het verschil maakt. Goede keuzes maken. En natuurlijk, ik moet wel heel erg mijn best doen met het goed uitleggen voor iedereen. Want ja. Niet iedereen zit zoals mij in kristal 3. Uh, waar bijvoorbeeld iedereen te, waar je tegen je komt heeft hier level 10 knokkers. Maar ja, ik kan wel zeggen ben stu of uh, kies stu of zo. Maar je moet natuurlijk niet stu kiezen als je ja, stu level 1 of zo is. Je moet natuurlijk wel je zo hoog mogelijke level knokkers ook gewoon kiezen. Uh, maar ja, ik heb alles level 10. Dus dat uh, is iets waar ik net eigenlijk niet eens over nagedacht had. Daar denk ik nu pas over na. Dat is wel jammer. Uh, dat, ja, je, je hebt natuurlijk knokkerlevels nodig. En dat is, een beetje, uh, dat is een beetje lastig om dan echt goed te vertellen. Als mensen verschillende levels hebben, uh, ja, dat is heel erg lastig zelfs. Want ja, dat, ja het, het, is, het hangt ook heel erg af. Ik weet ook niet echt wat heel goed is op laag niveau. Gewoon kies iets wat goed tegen elkaar is. Uh, en ik denk dat jullie wel allemaal wel een beetje kunnen inschatten wat goed tegen elkaar is. Door gewoon echt te spelen, uh, je snapt vast wel. Dat als je met een Mortis bent, dat het heel moeilijk is om een boel te killen. Maar dat het met Mortis wel heel makkelijk is om een Dynamite te killen, bijvoorbeeld. Um, en dan ook zoals snelle knokkers zijn heel goed tegen Sprout en zo. Zoals Max is heel goed tegen Sprout. Of Mortis is heel goed, of Edgar. Gewoon knokkers waar, zeg maar, knokkers die, ja, die, die Sprout niet kan hitten zijn heel goed er tegen. En bijvoorbeeld Ems of Shelly is weer heel goed tegen knokkers met veel levens. Omdat um, die van dichtbij moeten schieten. Uh, en dat soort. Ik had me super wel iets hoger moeten gooien, want nu kan ik niet helemaal scannen wat er in de bosje zit. Um, want dat is wel dat is waarom de sterkracht van Sandy de eerste sterkracht hier beter is. Um, je kan heel goed de bosjes scannen, maar we hebben dit potje gewonnen. Uh, het volgende potje gaan we ook 100% wel makkelijk winnen denk ik. Uh, het is nu trouwens maar mm, het is niet eens, dit is niet eens close. het is, ja we winnen dit, uh, ja we winnen 1-0. Uh, weet je, laten we nog een potje gaan doen uh, met de nieuwe keuzes. dus als we deze winnen dan uh, zie ik u weer bij de volgende keuzes. Oké, okay, aangekomen bij het laatste potje. Het is heel toevallig weer dezelfde map. Uh, het zal wel fijn zijn als we voor dezelfde combinaties nu kunnen gaan. Maar nu begint het rode team. Ehm, uh, eens dus, dus even kijken. <laughs> wij moeten nu Stu bannen. Het is, op deze map is Stu niet echt de beste knokker. Dus Ruffs bannen kan ook wel. Het hangt, de gemiddelde map zijn Ruffs en Stu zeg maar het beste. Slangenprairie is dat bijvoorbeeld niet zo. Maar wij bannen Stu en de tegenstanders ook. Dat is heel dom van de tegenstanders om te doen. Um, dus dat duidt ook aan dat ze niet zo heel erg goede spelers zijn waarschijnlijk. Dus dat ook een free win dit waarschijnlijk moet wel zijn. Um, wat natuurlijk heel erg fijn is. Maar, eens even kijken. Uh, twist of twist Twisty twee gaat weer max. Uh, en nu hebben hun Sandy en ze kiezen nog iets. Uh, ja, eens even kijken. Oh, Ashiel is trouwens aan de wereld laat zitten. Ik dacht dat het tegenstanders was. Maar dat is niet zo. Uh, dus Achille, wat gaat hij kiezen dan? Uh, ik ben wel... Oh, ta Tara. Hè? Hij kon heel easy Rosa gaan. En Rosa kon je dan Sandy mee counteren. Maar nu gaan de tegenstanders waarschijnlijk. Uh, ik hoop dat de tegenstanders niet Rosa gaan. Dan ga ik Rosa. Uh, maar ja, eens even kijken wat de tegenstanders nu gaan. Dat, want ja, daar kun je ook goed op inspelen. Want nu hebben hun de hele teamcombinatie. En dan kan ik iets kiezen wat gewoon heel goed is daartegen. Misschien is Ems ook een goed. Ems is heel goed tegen Sandy namelijk. Ems is ook heel goed tegen Ruffs. Uh, als dit nu iets close range is, dan ga ik Rosa. Maar als dit iets long range is, ga ik Ems waarschijnlijk. Of misschien ga ik dan wel... Ik weet niet, man. Uh, Amber. Ja, ik ga nu sowieso Ems. Ems is goed tegen Amber, Ruffs en Sandy op deze map. Ems is denk ik wel een hele steady keuze uh, om hier te gebruiken. Misschien is er nog iets anders. Nah, Jesse. Nah, nee, nee, nee. Want Jesse kan ik nemen in mid en dan gaat Max op lane. Maar ik ga wel Ems. Ik denk dat dat prima is. Um, de hype sterrenkracht is ook veel beter Maar ja ik wil jullie alvast een beetje bedanken Voor het kijken naar deze video Met de uitleg uh, natuurlijk Ik ga dit potje wel nog even laten zien Maar ik heb eigenlijk geen zin meer om het te gaan praten Want het gaat niet om het potje uh, ik, Ja weet je Ik zie jullie wel weer bij een nieuwe video Ik plak er gewoon even muziek onder Dus ik zie jullie later mensen